Toen de OnePlus Buds met een adviesprijs van 89 euro werden aangekondigd, werd de term AirPods-concurrent al direct gebruikt. Niet heel gek, want voor dat prijsverschil zou het toch fantastisch zijn als deze oortjes als waardig alternatief door zouden kunnen. Maar is dat in de praktijk ook zo? Mijn naam is Mark, leuk dat je kijkt naar Want en dit is de review van de OnePlus Buds. De OnePlus Buds zijn de eerste volledig draadloze oortjes van OnePlus. De oortjes komen met een oplaadcase, accuduur van ongeveer 30 uur en environmental noise cancellation. En dat allemaal voor de prijs van 89 euro. Nou, waar ik normaal gesproken echt iedere dag mijn Apple AirPods 2 in mijn oren heb zitten, heb ik de afgelopen anderhalve week rondgelopen met de OnePlus Buds. En dit alles om één vraag te kunnen beantwoorden: zijn de OnePlus Buds een waardig alternatief voor de AirPods van Apple? Let's go! Het ontwerp van de OnePlus Buds, ja, dat spreekt me ongelooflijk aan. Niet heel gek ook, want het ontwerp van de Apple AirPods spreekt me ook heel erg aan. Nou wil ik niet zeggen dat dit een exacte kopie is op de oortjes van Apple, maar je zou het misschien kunnen zien als een variant erop. En daar is helemaal niks mis mee. Het zijn dus geen in-ears, maar gewoon ja, van dit soort dingen. En dat vind ik persoonlijk ook echt super fijn. Qua bouwkwaliteit lijkt het ook wel goed te zitten. Ze zijn stevig en voelen premium aan. En zo zitten ze ook in je oren. Dat is super fijn. Daarbij zijn ze ook zweet- en spatwaterbestendig. En wanneer ze in je oren zitten tijdens het sporten, blijven ze ook lekker zitten. En ja, wat dat betreft heb ik er alle vertrouwen in. Dus dat vind ik ook echt een dikke plus. Ja, wat betreft het oplaaddoosje. Het is voorzien van een ei-vormig ontwerp en als ik heel eerlijk mag zijn, vind ik het er niet heel strak uitzien. Hij is ook best wel groot en daardoor ook lomp voor in je broekzak bijvoorbeeld. Daarbij is hij vrij licht en ik moet heel eerlijk zeggen dat het daardoor vrij goedkoop aanvoelt. En om heel eerlijk te zijn, verwacht ik eigenlijk wel dat dit klepje hier aan de bovenkant ja, op een gegeven moment wel gewoon ja, lam wordt. Verder is er qua ontwerp nog een andere onhandigheid te vinden. En dat is wanneer je de oortjes eruit moet halen, uit het doosje. En in principe gaat het over het algemeen goed. Maar bij warm weer, als je handen gewoon net iets zweteriger zijn. Of je hebt net, weet ik het, je handen niet helemaal goed afgedroogd na het handenwassen. Ja, dan heb je heel veel moeite om die oortjes uit het doosje te krijgen. Het is echt pielen tot je erbij neervalt. Ja, en dat vind ik persoonlijk best jammer, want dat is niet heel erg relaxed. Best zonde als je het mij vraagt. Ja, het belangrijkste van oordopjes is natuurlijk de geluidskwaliteit. Dat is überhaupt de hele reden waarom je ze uit de winkel haalt. En ik kan met gemak zeggen dat het met de OnePlus Buds op dat gebied wel heel erg goed zit. Ik luister veel verschillende muziek. Ik kan op een zondag lekker ronddwarrelen door het park met Frank Sinatra in mijn oren. Ik hou af en toe van Macklemore op zijn tijd. En nou, gewoon een goede houseplaat vind ik ook super relaxed. Wat dat betreft, ja, moeten OnePlus Buds mij op veel verschillende manieren tevreden stellen. En dat doen ze dus ook. Ja, bastonen zijn laag genoeg. Hoge tonen zijn hoog genoeg. Volume kan lekker hard. En het geluid is hartstikke helder. De geluidskwaliteit van de OnePlus Buds, ja, daar zit het gewoon hartstikke goed mee. Om heel eerlijk te zijn, had ik een veel groter verschil verwacht met de Apple AirPods. Die toch al gauw bijna 100 euro duurder zijn. Ik ga zo meteen nog iets dieper in op die vergelijking. Maar om heel eerlijk te zijn, is het verschil qua geluidskwaliteit echt nihil. En dat vind ik echt heel tof. Het enige probleem wat ik wel heb met de OnePlus Buds, is dat de oortjes veel geluid doorlaten. En dat bedoel ik niet voor de persoon die ze in heeft, maar voor de personen die ernaast zit. Als ik een lekkere, goede houseplaat heb, ja, dan bouw ik ook direct een feestje voor iedereen die bij me in de buurt is. Want ja, vanaf de buitenkant hoor je veel geluid doorkomen. Geluidskwaliteit wordt niet alleen gebaseerd op geluid dat afgespeeld wordt, maar ook op geluid dat opgenomen wordt. Nou, wat dat betreft zijn de microfoons, de interne microfoons van de OnePlus Buds, iets minder goed dan ik gehoopt had. Vooral tijdens het bellen met vrienden en familie kreeg ik best wel wat klachten over de geluidskwaliteit. En dat is ook zeker te merken wanneer je zelf audio opneemt. Geluid is best dof en je hoort ook veel achtergrondgeluid. Nou, voor mij niet heel erg van belang, maar ik kan zeker begrijpen als iemand dat een dealbreaker vindt.
De OnePlus Buds zijn 100% gebruiksvriendelijk te noemen. Het mag duidelijk zijn dat je het meeste uit OnePlus Buds haalt op het moment dat je ook een telefoon hebt van OnePlus. Maar ook als je een andere smartphone hebt, bijvoorbeeld een Samsung Galaxy of een iPhone, ja, dan is de gebruiksvriendelijkheid meer dan acceptabel te noemen. Haal je het oortje uit je linkeroor, dan zal de muziek op pauze gaan. Tik je twee keer op het linkeroor, dan gaat hij je nummer terug. Tik je twee keer op het rechteroor, dan gaat het een nummer vooruit. En hou je je oortje lang ingedrukt, dan maakt hij verbinding met het vorige verbonden apparaat. Bijvoorbeeld handig als je OnePlus Buds verbonden zijn met je computer en je wil de verbinding weer naar je telefoon brengen. Hou je 3 seconden ingedrukt en switch je de oortjes van apparaat. Super handig. Wat dat betreft echt geen klachten. Ergens waar ik ook geen klachten over heb, is de accuduur van de OnePlus Buds. Tijdens de onthulling van de oortjes maakte OnePlus bekend dat de gebruikers een accuduur van 30 uur kunnen verwachten. Ieder oortje heeft ongeveer een accuduur van 7 uur en zodra de oortjes leeg zijn, stop je ze in de oplaaddoosje en op die manier haal jij dus 30 uur plezier. Nou, ik kan daar niet heel veel over zeggen dan dat klopt. Want dat klopt. Het klopt. Net als dat het ook klopt dat als de oplaadcase leeg is, dat je dan met USB-C deze case kan opladen. En dat je binnen 10 minuten vervolgens weer genoeg accu hebt voor 10 uur luisterplezier. En ook dat klopt. Dat klopt. Het klopt. Weinig commentaar op de accuduur. Volgens mij hebben de Apple AirPods een accuduur van 24 uur. De Google Pixel Buds ook. En de Samsung Galaxy Buds 21 uur. Nou ja, deze steekt daar dus met 30 uur met kop en schouders bovenuit. En dat is best wel top. Je kan op dit moment bijna niet anders dan de OnePlus Buds vergelijken met de Apple AirPods. Die Apple AirPods zijn met gemak de populairste oortjes van de hele markt. En dat is wat mij betreft ook zeker terecht. Alleen met een prijskaartje van €179 zijn de oortjes van Apple prijzig. En niet voor iedereen weggelegd. En ik snap dat voorkomen. Wat dat betreft zijn de OnePlus Buds dus een veel betere deal op papier. Maar ook in de praktijk neig ik naar zo'n uitspraak. Het grote verschil met de Apple AirPods is de premium feel. Kwalitatief niveau voelen de oortjes niet alleen beter aan in de hand, maar ook zeker in de oren. Na een paar uur gebruik had ik met de OnePlus Buds dus al best wel last van de oren. En dat heb ik met de Apple AirPods nog nooit ervaren. Daarbij ligt de geluidskwaliteit van de OnePlus Buds opvallend hoog. Maar dat van de Apple AirPods Air. It's AirPods. Maar dat van de Apple AirPods, ja, dat ligt dus nog steeds wel hoger. En wat dat betreft richt de microfoon van die laatste ook zeker veel beter werk. Maar als ik die verschillen naast het prijsverschil van €90 leg, dan zou ik persoonlijk voor de OnePlus Buds kiezen. Geen twijfel over mogelijk. Het antwoord op de vraag, zijn de OnePlus Buds een waardig alternatief, mag dus duidelijk zijn. Nou, ik zou persoonlijk mijn Apple AirPods niet zo snel wegdoen, maar ik ben super blij dat er zo'n alternatief is op de markt. Zeker voor mensen met een Android smartphone zijn de OnePlus Buds een dikke aanrader. Laat ik het zo zeggen. De OnePlus Buds zijn zeker niet de allerbeste true wireless oortjes van de markt, maar zeker weten wel de allerbeste deal. En als ik persoonlijk nieuwe oordopjes nodig zou hebben, en dan tik ik voor €89 de OnePlus Buds op de kop. Laat me in de reacties weten wat jij van de OnePlus Buds vindt en of je interesse hebt in een vergelijking waarin ik de OnePlus Buds, de Galaxy Buds Live en de Apple AirPods 2 naast elkaar leg en met elkaar vergelijk. Vond je de video leuk? Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer op het kanaal met dat belletje aan om iedere zondag om 12 uur een gloednieuwe video in je inbox te hebben. Mijn naam is Mark, ik wens je heel veel plezier met het veel te warme weer en zie ik jullie hopelijk bij de volgende. Ciao!